Social Science. Het grootste deel van het aardoppervlak bestaat uit oceanen. En oceanen zijn een heel belangrijke voedingsbron. Maar ze slaan bijvoorbeeld ook heel veel CO2 op en spelen een belangrijke rol in het klimaat. En daarom is het belangrijk dat we steeds meer te weten komen over de oceanen. Ik onderzoek dode zones in zee. Dus dit zijn locaties in zee met zo weinig zuurstof dat er geen vissen en bodemdieren kunnen leven. Je hebt steeds meer van deze locaties in de wereld, bijvoorbeeld in de Zwarte Zee en in de Oostzee. En op die locatie bevat het water zelfs sulfide, wat zorgt voor zo'n rotte eierenlucht, een giftige stof. En bevat het water veel algen en is het daarom heel groen. Niet het ideale strandplaatje dus. Ik kijk voornamelijk naar zeebodemmodder van deze dode zones. En ik kijk vooral hoe fosfaat wordt opgeslagen in deze modder. Fosfaat is een belangrijke voedingsbron voor mensen en voor dieren en wordt daarom ook veel gebruikt in kunstmest. En via de kunstmest komt het eigenlijk in de rivieren terecht en via de rivieren in de kustzeeën en in de oceanen. En ook ons afvalwater bevat heel veel fosfaat. De algen groeien daar ook heel erg goed op. En als die dus groeien, dan zinken ze uiteindelijk als dood materiaal naar de bodem. En het afbraak van het organisch materiaal kost heel veel zuurstof. En dit zorgt dus voor heel veel zuurstofloosheid in die gebieden. En ik onderzoek dus hoe die fosfaten uiteindelijk uit het gebied verdwijnen via de waterbodem. Want dit is eigenlijk de enige manier om het uit het systeem te halen. Ja, dat kunnen we zien door terug te kijken in de tijd. Dus we kijken ook naar zeebodemmodder die is verzameld tijdens grote internationale expedities, zogenaamde IODP-expedities. En door naar die modder te kijken, dieper in de zeebodem, gaan we eigenlijk terug in de tijd. En dan zien we eigenlijk dat er toen ook al periodes waren dat het zuurstofloos was. Maar ook periodes dat er wel heel veel zuurstof in het water zat. En we zien dan eigenlijk dat die fosfaten toen anders waren opgeslagen. En wellicht heeft die verandering in vastlegging van fosfaten ervoor gezorgd dat het uiteindelijk weer zuurstofrijk werd. Ja, ik ben hier toevallig net teruggekomen uit de Zwarte Zee. Daar zijn we heen geweest met het Nederlands schip de Pelagia. En op dat schip worden dan verschillende containers ingericht als laboratoria. En daar kunnen we dan gelijk werken. Het zijn hele intensieve dagen. We beginnen eigenlijk om 6 uur met de eerste experimenten en het verpakken van de eerste monsters. En gaan door tot 1 uur of 11. En dan sluiten we het vaak af met een drankje. Gelukkig wel. Dus die expedities zijn heel intensief, maken we hele lange dagen. En ook als we terugkomen in het lab zijn de dagen vaak lang. En moet je vaak langer doorwerken, omdat je dus experimenten hebt lopen. Maar gelukkig kan je tijd ook vaak heel goed zelf indelen. Dus kan je zelf ook vaak een lang weekend weg, bijvoorbeeld naar een leuk festival. Faces of Science.